is wel raar, hè? Ik bedoel, de ene dag steeds nog volop in het groen en nou blakert die in het zwart. In de nacht van donderdag op vrijdag verwoestte een brand een monumentale boom aan de Bandalaan in Tongeren. De ruim 260 jaar oude plataan was de eerste wereldboom die in Nederland geplant is. Het verschrikkelijke nieuws van de brand bereikte ook de beschermheer van de boom. Ja, ik kreeg een appje en de plataan is afgebrand. Ik denk, oh nee, dat zal toch niet. Dus zonder ontbijt op mijn fiets, hier naartoe gefietst. En inderdaad, schrok natuurlijk van wat ik hier te zien kreeg. Voor buitenstaanders is het misschien maar een boom. Maar voor de Tongerense buurt is het veel meer dan dat. Er wordt ooit gezongen, er wordt getrouwd, trouwen ook. Bij de plataan gaven geliefden elkaar het jawoord, kreeg een echtgenoot te horen dat hij vader werd en rond de boom speelden kinderen tikkertje. De brand maakt dan ook veel los in de buurt. Dat is verschrikkelijk. Daar zijn wij als Tongerenaren hebben daar ons hart voor gemaakt om hier de uniek gebied hier op te bouwen. Er zijn mensen die zijn hier gewoon dag en nacht mee bezig en er wordt zo in de fik gestoken. Dus hier moet ook een camera komen hangen, Kees. Ja, er moeten overal camera's hangen. Het is grof, langs werd te gek. En denk, hé, wat is dat nou? Dus ja, en zeer verbaasd en intens verdrietig. Want ja, de boom die kennen we al zo oud als ik zelf ben. Dus een heel bekende plek voor ons. We wonen er ook maar 2 minuten vandaan. Dus ja, hartstikke jammer. Ik denk, shit, dat dacht ik. Waarom? Kijk, er is waarschijnlijk een feestje geweest gisteravond door wat jongelui. En die hebben gebarbecued, hoorde ik van mensen die hier de hond hebben uitgelaten. Ja, dat is waarschijnlijk uit de hand gelopen. Over de oorzaak van de brand doen verschillende verhalen de ronde. De ene buurtbewoner denkt aan brandstichting. De ander vermoedt dat een barbecue uit de hand is gelopen. In de buurtapp gaat dit filmpje rond. Holy shit. Hey, dit is 100% niet de bedoeling, hè? Hey. Holy shit. Het zouden beelden zijn van de brand enkele momenten na het ontstaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. De buurt heeft nog wel een boodschap voor ze. Nou, maken we eigen bekend en pakken verantwoordelijkheid. Dat is toch het minste wat je kunt doen. Dat het hopelijk een hele goede les voor ze is geweest. Dat dit kan gebeuren en dat ze toch eventjes een keer na moeten denken voordat ze dit gaan doen. Ik hoop dat ze in ieder geval de verantwoording nemen om eens te kijken wat hebben we eigenlijk aangericht. De wereldboom moest 1000 jaar oud worden. Maar of je dat nu gaat halen is maar de vraag. In de komende weken wordt duidelijk of de monumentale boom de brand overleeft.